Hoi, meester Sander hier en in deze video vertel ik je wat deze bordlineaal, heel ouderwets natuurlijk, te maken heeft met de splinternieuwe touchscreens van ProWise. We mogen ProWise feliciteren met het 15-jarig jubileum. 15 jaar geleden zijn ze begonnen met het maken van touchscreens en softwareoplossingen voor in de klas. En eigenlijk zijn ze natuurlijk niet meer weg te denken. Zelf gebruik ik alle materialen van ProWise al zo'n 10 jaar. En die tijd is voorbij gevlogen en je weet eigenlijk niet meer beter dan dat je zo'n interactief digibord in de klas hebt. In deze video zet ik er dus twee tegenover elkaar. Namelijk ProWise Touchscreen 10 generatie 3, de opvolger van het scherm van vorig jaar, de generatie 2. Maar nu is het ProWise Touchscreen Ultra. En wat daar zo bijzonder aan is, ga je achterkomen in deze video. Ja, het ProWise Touchscreen 10 generatie 3 heeft zijn dienst volgens mij al bewezen. En het ontwerp is simpel, maar doeltreffend. Heeft dunne randen, handige knoppen op het scherm, 4 pennen tot zijn beschikking, handige volumeknoppen hieronder. En het werkt gewoon. En dat is natuurlijk bepalend in de klas. Kijken we dan naar de Ultra, ja, die heeft zelfs al designprijzen gewonnen. Is het gewoon een ander scherm? Hij is namelijk randloos. Waarbij je bij dit scherm nog een rand hebt, een opstaande rand, is dat bij de Ultra niet zo. En is het echt alsof je een hele grote tablet hebt om op les te geven. Waarin de 10 en de Ultra niet van elkaar verschillen, is dat je er een PC-module in kunt doen en dat ze eigenlijk even snel zijn. Dus je kunt gegarandeerd de komende jaren supersnel lesgeven. Wil jij de beste schrijfervaring en de minste lichtreflectie en de beste kijkhoek? Ja, dan moet je voor de Ultra gaan. Deze maakt gebruik van de PCAP-technologie. Ik moest het ook even opzoeken. En dat is eigenlijk hetzelfde als je op je tablet of smartphone hebt. Je ziet het ook wel, er zit geen opstaand randje meer en het scherm is verlijmd. En daardoor heb je een betere schrijfervaring, betere kijkhoek en dus minder last van reflecties op je scherm. En bij de 10 G3 heb je nog steeds een fantastische ervaring, maar het werkt met infraroodtechnologie. Eigenlijk wat je altijd kent van je digibord bij grote schermen. Er is een opstaand randje en met jouw vinger doorbreek je dan de infraroodlijn en daardoor weet het scherm waar je toucht. Dit zorgt wel voor een dikkere luchtlaag. Bij de Ultra is het scherm meer verlijmd, zorgt voor iets meer weerspiegeling, maar het is nog steeds een fantastische ervaring om op te schrijven. Bij het ProWise Touchscreen 10 G3 zitten 4 pennen waarmee je met 3 kleuren kunt schrijven. En als ik de pen oppak, verschijnt er een pennetje. Die kan ik aanklikken en dan kan ik aan de slag. Ik kan hieronder bepalen welke kleuren en of er een gum is. En ik kan gelijk overal overheen schrijven. Ik heb de achterkant nu ingesteld als gum en alles is weer weg. Ja, op beide schermen draait ProWise Central 6.0, de allernieuwste versie. En er zitten ook onder andere nieuwe apps in, die ga ik straks even laten zien. Maar het handige blijft natuurlijk dat je gewoon ProNote kunt openen als je een leeg vel papier wil en dus direct aan de slag wil. Het mooie is dat je ook gewoon je handpalm kunt neerleggen op dit scherm en dat je nog steeds kunt schrijven. En ook hierbij is het weer dat je verschillende kleuren en de gum tegelijk kunt selecteren voor de voor- en achterkant of voor de verschillende pennen. Ja, de Ultra heeft natuurlijk ook pennen, 2 in dit geval. Dit zijn wel wat luxere pennen met aan de voorkant een pen en aan de achterkant. En die zou ik natuurlijk als gum gebruiken en de voorkant om mee te schrijven. En zoals je kunt zien, dat gaat heel vloeiend. Dat voelt ook bijna alsof je op papier schrijft. En ik kan natuurlijk ook mijn hand op het scherm leggen en dan schrijven. Gebruik ik de achterkant, heb ik hier ingesteld als gum. En dan kan ik zo lekker makkelijk gummen. Ja, en hier komt de bordlineaal om de hoek kijken. Want op dit scherm kan ik een digitale bordlineaal gebruiken, maar ook een echte. Want dat is het grote verschil met het andere scherm. Ik kan gewoon een lijn trekken hiermee. En dat komt dus door de nieuwe technologie die hierin zit. Want doe ik dat bij de 10 G3... dan gaat het echt helemaal mis. Je ziet het gaat helemaal mis, want hij denkt dat dit een invoerbron is. Terwijl op het andere scherm je hem gewoon kunt neerleggen en hij pas gaat tekenen als je met je vinger of met de pen tekent.
Ja, beide touchscreens werken op ProArch Central 6.0. Een super mooie en veilige omgeving. Want dat is uiteindelijk wat ik ook heel fijn vind aan ProArch. Alles maken ze zelf, ze checken het en ze laten het certificeren door de meest hoge standaarden voor privacy. En dat kan ook omdat ze alles dus zelf maken. Nou, zelf ben ik dus groot fan van ProArch Presenter. Natuurlijk zit die app hier op dit scherm en kun je er direct mee aan de slag in de klas. In Central 6.0 zijn er veel meer apps toegevoegd aan de App Store. En ik heb er een aantal gedownload. Bijvoorbeeld dus een VLC-player, een spelletje om te leren tellen en Scratch Junior. En dat is wel wat ik heel tof vind, want deze app gebruik ik heel veel met jonge kinderen. En die kan dus nu ook gewoon volledig draaien op mijn digibord. Dan zijn er nog twee toffe features die ik veel gebruik, namelijk screencasting. Ik kan nu tot 10 schermen tegelijk naast elkaar screencasten. Dat is ideaal. Als de kinderen allemaal iets gemaakt hebben, kunnen ze met het bord verbinden en kun je alle resultaten naast elkaar bekijken. En ik verbind heel graag mijn laptop met een USB-C-kabel, ja, wel eentje die ook data door kan voeren, met het bord. Hiervoor zit een input en in tegenstelling tot als je hem alleen met HDMI verbindt, heb je nu ook gelijk touch mogelijkheden. Ik kan dus met één kabel mijn laptop inpluggen en ik heb zowel beeld, geluid als touch voor elkaar. Bijvoorbeeld my.proarch.com, waar ik direct mijn lessen kan vinden, lesideeën kan vinden. En kijk, dit werkt gewoon. En mijn laptop is met één kabel verbonden. Ja, of je nou kiest voor de 10G3 of de Ultra, je hebt sowieso een fantastisch bord in je klas staan waar je de komende jaren mee vooruit kan. Het enige waar je nog voor moet kiezen is: wil je de lift vast aan de muur? Wil je hem verplaatsbaar of wil je hem kantelbaar? Het kan allemaal. En ik zou zeggen, heb je het budget, ga voor de Ultra, want dan zit je helemaal gebakken voor de toekomst. Maar beide borden zijn even snel. Wil je nou meer weten over de specificaties van deze schermen? Je leest het in mijn blog op meestersander.nl. En ik ga de komende periode met de Ultra aan de slag hier in het ontdekpunt in Meppel. Mochten er weer toffe tips zijn, dan deel ik ze natuurlijk met je. Volg ook ProWise op Instagram bijvoorbeeld, MyProWise en de speciale Facebookgroep met tips. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En ik zou zeggen, tot de volgende. Doei!